Dat, dat hoort echt bij, de, bij Nijmegen. Dus het is jammer dat dat hier verdwijnt. En we uh, moeten echt zien dat we dat weten te behouden. Spuitbussen en verfwormen zijn door alle gravity verbonden aan het Nijmaterrein. Maar de plaats waar vrij ruimte werd geboden aan street art verdwijnt door herontwikkeling van het terrein. Wat lang werd gezien als vandalisme, wordt nu gezien als kunst door Stadspartij Nijmegen en dus balen ze. We gaan binnenkort starten met de herontwikkeling van de Nijma, En dat is goed, hè? want dan blijft hij een lange toekomst, gaat hij tegemoet. Maar daarmee verdwijnt ook eigenlijk een stukje nieuw erfgoed wat mij betreft. En dat is de straatkunst die we hier achter ons zien. Langzamerhand zijn we het wel echt meer serieus gaan nemen. Is het is ook echt een kunstvorm en hoort het ook echt bij een stad. Dat je daar ruimte aan biedt. Dus, uh, en het is belangrijk dat je dit soort vrijplaatsen hebt. Omdat je als kunstenaar wil je jezelf kunnen ontwikkelen, wil je kunnen experimenteren. En dat is juist zo mooi dat je dat hier ziet. En dan zie je hele mooie werken, ook wat minder geslapen. Te werken, maar die ruimte moet er dan ook uh, zijn. De Broedplaats op het Nijmaat-terrein heeft Nijmegen ook internationaal op de kaart gezet. We hebben best wel een, 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 een hechte street art community hier in Nijmegen. Uh, van kunstenaars uit Nijmegen of kunstenaars die hier graag komen. Juist omdat je dit soort vrijplaatsen ook hebt. En uh, daar zitten hele goede gevestigde namen tussen die internationaal ook echt uh, bekend zijn. Dus daar mogen we ook best wel trots op zijn. Als het aan de stadspartij ligt, blijft street art verbonden aan Nijmegen, maar dan op andere plekken. Hun voorstel is dan ook dat de gemeente hier zelf voor gaat zorgen. Dus het is als stad de vraag om, een, om, om zelf plekken te gaan zoeken. die misschien van de gemeente zijn. of uh, vastgoedeigenaren te gaan vinden. die ervoor openstaan om dit soort vrijplaatsen te bieden. Ik denk wel dat heel veel Nijmegenaren het met me eens zijn. dat het belangrijk is dat je uh, niet alleen maar dit in de illegaliteit uh, stort. Maar het zou leuk zijn als je, je zo'n straatkunstenaar misschien wel eens een keer gang laat gaan. Dan hoef je dat ook niet iedere keer wit te schilderen. En we worden er allemaal vrolijk van als dat wat kleurrijk is in de stad. Wethouder Vergunst laat in een reactie weten dat het niet aan de gemeente is om een vrij plaats te ontwikkelen, maar zo'n plaats moet volgens hem spontaan ontstaan.